Welkom allemaal in deze laatste ronde, lezingen, workshop. Ik moet eerlijk zeggen dat ik erg vereerd ben dat jullie hier allemaal zijn, want ik realiseer me wel dat wij moeten concurreren met heel mooi weer buiten, met de dierentuin, met de borrel die klaar staat. Dus heel erg bedankt dat jullie hier zijn. Welkom. Mijn naam is Jansje Verloon, ik werk bij Wageningen Universiteit. Deze presentatie over de klimaatadaptatiedijk of workshop Duurzaam en toekomstgericht doe ik samen met Gerard van Meurs van Deltaris, die zich zo meteen zelf ook nog even zal voorstellen. Ik noemde al, ik werk bij Wageningen Universiteit als onderzoeker en docent. En daar houd ik me bezig met klimaatverandering en vooral hoe je daarop kunt voorbereiden met waterkeringen. En ik ben al een hele tijd met eigenlijk klimaatbestendige dijken bezig. En ik heb ook veel werk gedaan voor het Delta-programma en daar met name voor het Delta-programma Waddengebied. En waren we eigenlijk in 2010 zijn die onderzoeken voor het Delta-programma Waddengebied al begonnen. En toen zijn we begonnen met de rol van kwelders te onderzoeken. Hè, hoe dat in een veranderend klimaat kan bijdragen naar waterveiligheid. We hebben naar de brede groene dijk gekeken. Ook artikelen over riviersystemen, over multifunctionele keringen en over groene concepten. Dus dat is een beetje mijn achtergrond, even als introductie. En Gerard, geef ik even de microfoon aan jou. Dankjewel, Jansje. Ik ben, zoals Jansje al zei, werkzaam bij Deltaris. Heb betrokkenheid bij multifunctionaliteit als sterkte voor keringen. Ben betrokken geweest ook bij het Delta-programma IJsselmeergebied. Ben betrokken geraakt bij de POV macrostabiliteit en heb daar onder andere drainagetechnieken getrokken. Heb onderzoek gedaan naar klei en met name een update samengesteld van kennis van klei, zoals die de laatste jaren heeft plaatsgevonden, om te kijken wat kunnen we ermee en wat kunnen we er eigenlijk ook mee doen ten faveur van dijken. Eigenlijk zijn we stiekem ook wel heel erg benieuwd wie jullie zijn. En wij hopen eigenlijk dat dit een beetje een interactieve sessie wordt en dat jullie ook heel veel vertellen. En ik wil eigenlijk jullie vragen, als jullie iets willen toevoegen of opmerken, jullie zijn van harte uitgenodigd om dat te doen, om dan ook even te noemen wie je bent en wat je achtergrond is. Deze presentatie heet de Klimaatadaptatiedijk. En wij konden ons eigenlijk wel voorstellen dat het misschien vragen oproept en ook dat jullie daar misschien ook ideeën over hebben. Dus we willen jullie eigenlijk beginnen met eens de vraag van als je dat ziet, klimaatadaptatiedijk, waar denk je dan aan? En zeker na die fantastische presentaties vanochtend, hè, waar toch een heleboel aan bod kwam, zijn er misschien nog wel sterkere ideeën naar voren gekomen. Dus eigenlijk willen we nu vragen aan jullie, waar denk je aan bij een klimaatadaptatiedijk? Ik ben Jeroen Overman van Waterschap Drentse Overijsselse Delta. In ons beheergebied is onlangs het Reverdiep aangelegd met nieuwe dijken. En een deel van die dijken is een klimaatdijk geworden, zo wordt die ook genoemd. In mijn ogen is dat een doorbraakvrije dijk. Hoog en breed. Met als doel dat daar op de dijk gebouwd kan gaan worden. En dat er allerlei activiteiten kunnen gaan plaatsvinden. Op de dijk, hoog, breed, multifunctioneel. Ja, dat is mijn beeld erbij. Ja. Oké, bedankt. Het leuke, die is net ook gebouwd. Die is net aangelegd. Afgelopen jaar. Oké, dankjewel. Als begrenzing van de bypass neem ik aan. Ja. Mijn naam is Herbert Jolink, ik ben dijkbeheerder bij Waterschap Rijn en IJssel. Bij klimaatdijk denk ik eigenlijk aan zeer natte omstandigheden, hoogwater, maar ook zeer droge omstandigheden zoals afgelopen zomer. Dus een dijk die dus ook daar tegen moet kunnen en niet direct vol met scheuren komt te zitten. En met alle waterveiligheidsrisico's waar je in de natte periode weer last van hebt. Dus ik verwacht dan inderdaad een dijk die daar ook tegen bestand is in veel meer extremere situaties. Dankjewel. Dus als ik het samenvat tegen extreme situaties, niet alleen heel nat, maar ook heel droog. Dus dat is een aanvulling. Ik geef even de microfoon aan Patrick. Goedemiddag, ik ben Patrick uit Vlaanderen, het Waterbouwkundig Laboratorium.
Ik denk eigenlijk, ik heb een totaal ander beeld dan die hoge en brede multifunctionele dijk, maar eerder een, ja, een kleinere dijk die nooit te groot is, en dat kost te veel. En die, ja, als het ware, het klimaat volgt, hè, die wordt misschien wel sterker als het moet. En die, als, die, als het klimaat niet zo'n sprong maakt als we soms vrezen, dan moeten we er minder naar kijken ofzo. Dus, ja, die is... Die zijn ook wel niet overgedimensioneerd. Hè. Die voldoet nu en die wordt sterker misschien de komende 10, 20 jaar. En dan is die binnen 20 jaar nog altijd voldoende sterk. Ja. De tijd? Ja. Hoe? Ben je erbij, ja? Vanzelf, hè? Dan, ja, hoe? Ja, ik heb. Ja, ik kan me inbeelden, als je hem nu ontwerpt zonder grasmat. Je doet goed onderhoud en dan zou je kunnen zeggen, binnen 20 jaar heeft hij meer sterkte. Of dat hij dan voldoende sterk is, dat weet ik niet. Maar of toch niet voor 3 meter waterkeringen. Dankjewel. Dat is heel leuk, zeg maar, dat, ja, dat onze zuidenburen hier ook zijn. En dat ze ook ja, weer een nieuw idee hebben misschien. Of ja, nieuwe invulling. Ja, niet overdimensioneren. Ja, eigenlijk onderdimensioneren. Ja, liever nu... Ja, dat als die... Dat wordt mij zo wat gezegd, hè, de onzekerheid van... als je nu zeker zou zijn, het is binnen 50 jaar 3 meter hoger waterstand, dan zou ik nog durven zeggen, laten we ervoor ontwerpen. Maar er is zoveel onzekerheid, dan om nu dan iets te bouwen dat 3 meter aan kan, en dat er dan 150 jaar eigenlijk overgedimensioneerd bij staat, daar hebben wij alvast geen geld voor. Dan denk ik persoonlijk ook, steek het dan maar in onderwijs. Dus rekening houden met onzekerheid en niet vooruit al dimensioneren op te hoge omstandigheden, randvoorwaarden. Iemand anders nog? Pim Beerling, provincie Utrecht. Een dijk waar het water overheen kan stromen zonder dat hij breekt. Wat doe je dan met het water wat er overheen gaat? Ja, met een goede oplossing in het achterliggende gebied, ook op het gebied van RO, opvangen, afwateren. Dat zijn we, hebben we vroeger ook heel vaak gedaan, dus volgens mij kunnen we dat nog steeds. Oké, Gerrit van Zol, waterschap Rivierenland. Mijn associatie bij een klimaatadaptieve dijk is dus eigenlijk vooral een dijk die dus ja, kan veranderen, zeg maar, mee met het klimaat of terug met het klimaat. En ik moet dan met name denken aan een soort van modulaire dijk. Dus op het moment dat je dus bepaalde maatregelen kan nemen. Maar wellicht die ook over 10 jaar weer kan, zonder te veel kosten weer weg kan doen. En dat maatregelen elkaar vooral niet gaan tegenwerken in de verschillende types die je hebt. Nou, mijn naam is Pieter-Jan Hofman, Delfland. Ik denk zelf aan een dijk, net als bij een fietspad, waar de auto dan te gast is. Dus maak een breed plateau, waar je dus voornamelijk woningbouw of andere ontwikkelingen doet. En de dijk lift dan mee. Omdat je dan een hele andere benadering krijgt van onteigenen en realisatie. En denk niet klein. Ik denk dan aan zeker 2,5 tot 3 kilometer breed. En dan plateau verhogend. Ik Bosma, Wetske Friesland. Ja, het zijn allemaal vraagtekens, hè? Onzekerheid. Dus zorg dan in ieder geval dat je fundament goed is, dat je breedte hebt. Bij onze regionale keringen, ja, liever niet overdreven hoog, maar gewoon wel koop genoeg grond aan, zodat je later gewoon makkelijk de hoogte in kunt. Maar dat je het fundament goed hebt liggen. En die onzekerheid kan klimaat zijn, maar kan ook bodemdaling zijn. Hè? En dus hoe meer breedte je direct hebt in je eerste fase, Hoe beter je klaar bent voor de toekomst. Dankjewel voor al deze, ja, dat meedenken. En heel leuk dat er zo'n eigenlijk divers beeld van bestaat. Eerlijk gezegd was ik een beetje bang dat mensen zouden zeggen, ja, klimaatadaptatiedijk, wat is dat nu weer? We hebben de laatste 10, 15 jaar hebben we al de
klimaatdijk gehad, we hebben de deltadijk gehad, multifunctionele dijk, verschillende concepten. En nou, dat klopt ook. En wat jullie noemen, dat sluit er ook heel erg bij aan. Het is dus een heel divers begrip waar de laatste 10 jaar al, ja, eigenlijk naar aanleiding van de Delta-commissie, misschien daarvoor al een beetje, dat de opgave vanwege klimaat, zeg maar, de nieuwe onzekerheid, dat al gerealiseerd werd. Misschien moeten we toch wat anders gaan denken. En toen is eigenlijk dat al in gang gezet. Er zijn verschillende concepten gelanceerd. Er zijn heel veel projecten geweest in het Delta-programma, maar ook daarna, hè, in het project Overstijgende Verkenningen zijn al verschillende concepten uitgediept. Er is al een hoop gebeurd. En wat jullie noemen, dat sluit er eigenlijk ook wel bij aan. En jullie noemen een aantal van die concepten. En soms hebben ze naam gehad. En nu, ja, klimaatadaptatiedijk, het is natuurlijk maar hoe je het noemt. Maar waarom het belangrijk is om toch over die klimaatadaptatiedijk na te denken, is dat we steeds heel vooruit denken. Er zijn klimaatscenario's gemaakt. Hè, er zijn plannen gemaakt om ons voor te bereiden op een bepaald scenario van grotere rivierenafvoer, hogere zeespiegelstijging. Nou, vandaag kwam eigenlijk ook best heel erg aan de orde van, goh, die droogte, dat is ook wel een rol. En daar is ook wel rekening mee gehouden, maar eigenlijk nog niet eens zo expliciet. Dus dat is misschien toch iets nieuws. Maar onlangs zijn door Deltares ook de nieuwe klimaatscenario's ontwikkeld. En ik geef even de microfoon aan Gerard van Deltares, die daar nog even niet zo best al toelichten. Nou, vanmorgen heeft Renier van den Berg het al in ruime mate toegelicht en aangegeven dat door allerlei ontwikkelingen, zowel het smeltend landijs op Antarctica als ook bij Groenland, dat we inderdaad rekening moeten houden met een stijging van de zeespiegel. Dat kan een forse stijging zijn, hij kan meevallen. Dat is nog even de vraag wat dan ook. Maar in ieder geval één ding is zeker, de zeespiegel zal stijgen. Wat onzeker is de snelheid van stijging en ook het moment waarop het gebeurt. Dus dat betekent dat je voorbereid wil zijn, als het ware, op datgene wat komen gaat. Nou, Delta-commissaris heeft uitgesproken, tot 2050 lopen we, zoals het gaat, op een goede manier voorwaarts. Maar het gaat uiteraard om de vraag, wat doen we na 2050? Nou, we hebben hier al een aantal suggesties genoemd, staat op het bord bij elkaar geschreven, om als het ware in te spelen op die toekomstige onzekerheid. Want dat stelt ons voor een uitdaging. Hoe gaan we Nederland inrichten? Hoe gaan we Nederland als het ware geschikt maken voor die toekomst? Nou, dat is datgene wat in die klimaatscenario's geïllustreerd wordt. Dankjewel. Ik wilde in ieder geval ook nog de lange termijn van de Delta-strategie even uitleggen. Want eigenlijk hebben we al een keuze gemaakt om naar de lange termijn te kijken. Vanuit het verleden, naar aanleiding van die hoogwaters. In het Delta-programma is eigenlijk gezegd van, oké, we spreken met elkaar af dat we naar de lange termijn kijken. Hoe dat precies zal zijn, ja, dat is onzeker. En daarom is het belangrijk dat in ieder geval aanpasbaar is, flexibel, no regret, duurzaam en misschien nog andere. En eigenlijk is dat hier al helemaal naar voren gekomen. Hè? Dit is de periode, ja, dat we eigenlijk aan het verkennen waren van hoe ziet dat eruit. Toen zijn er beslissingen genomen voor de lange termijn. En ja, nu zoeken we naar mogelijkheden om dat in te vullen. En zoals Gerard net uitlegde, van ja, nu zijn wel die nieuwe Delta-scenario's weer gekomen. Dus misschien moeten we toch, hè, dit was eigenlijk de range die we in gedachten hadden, maar misschien wordt het toch nog wel een tandje erger. En moeten we daarna kijken. Is dat nu nieuw? Wij haalden even een voorbereidend gesprek. We zijn hier natuurlijk al een hele tijd mee bezig, zodat aanpasbaar is dat nieuw. Ja, eigenlijk doen we dat al heel lang. Hè? Wat is jullie reactie erop? Is het nieuw of heb je het gevoel van, vanuit historisch kijkende, hebben we dat ook al eerder gedaan? Even een peiling. Ja, maar niet in tempo. Oké. Ik ga het even opschrijven. Ik geef jou even de microfoon. Ik stelde een beetje een lastige vraag. Ik zal het thema exact maken. Wie heeft het gevoel van, het hebben we al eerder meegemaakt in onze historie van Nederland? Dat we inderdaad materiaal gebruikten die... Nou, als je denkt van dat ze vroeger gewoon de paaldijken hadden en de wierdijken. Nou, we zijn overgegaan op klei, dus innovatie zat. Ja,
Ik weet wel, die tekening heeft iedereen. Hè. Elke dijk wordt na een storm opgehoogd met het vorige pijl plus 50 centimeter. En nu wordt hier wel gezegd, het tempo is veranderd, maar het is natuurlijk, nu maken we, ik zeg niet, ik ga de statistieken niet in twijfel trekken, maar we proberen ons in plaats van tegen historische stormen, tegen een soort fictieve T-1000 te beschermen, die dan, wat wordt verzwaard in de boekjes, en dan wordt er eigenlijk verzwaring op verzwaring, maar niet meer gewacht op die storm. Dat wordt eigenlijk gewoon op een theoretisch verhaal gebouwd. Hè. En daarom zeg ik eigenlijk, ik denk deze business as usual, gaan we wel nog even kunnen trekken, maar we gaan er toch ooit mee moeten stoppen. En ik denk dat we daarom eerder een ander soort dijk, of een dijk die niet gewoon altijd maar groter en groter wordt, want na een tijd wil je toch niet meer daarin wonen. Nee, dat zou inderdaad kunnen. Het is zo dat we in ieder geval voor onszelf benadrukten, we hebben in het verleden ook al gebruik gemaakt van allerhande materialen die lokaal beschikbaar zijn en hebben daarmee onze dijken verhoogd. Dat was een beetje de insteek van deze vraag. Maar ik zag achter in de zaal nog een vinger omhoog gaan. Als het over klimaatadaptatie gaat, of dijken, volgens mij hebben we nog nooit in het verleden polders teruggegeven. Dus om je, ja, dan geef je hele dijk op, zeg maar. Hè. Dus dat is wel niet. En als voorbeeld, dubbele, het Wiegenpolder is een voorbeeld ervan. Dubbele dijk gaat ook een stukje, dat we daarmee het gebied interactief maken. Zijn er meerdere voorbeelden waar het water als het ware binnen kan komen stromen. Ruimte aan natuur weggeven, zeg maar, door de Maas te verbreden, rivier ruimte te geven, zou je kunnen denken, ik maak inderdaad een zomerdijk en ik gebruik dat voorloop nog. Ja, zo kun je naar klimaatadaptatie ook kijken, denk ik. Ik weet niet wat je ermee wil aangeven, maar je hebt dan ook de gelegenheid om te kijken, met name als het over kwelders gaat, waar aanslimming optreedt, of je ook in dat systeem wat aanslimming kunt gaan krijgen, waardoor het gebied geleidelijk aan wordt opgehoogd. Heel interessant voorbeeld en we komen er misschien zo meteen nog op terug, want aan het eind willen we jullie ook vragen naar zulke soort voorbeelden. Gerard noemde het eigenlijk al van in het verleden, hebben we toch steeds kleine stukjes aanpassingen gedaan, dus aanpassing, geadapteerd. En we hebben daar ook heel veel ervaring mee. En dat zie je soms in het landschap terug. Dit is in het noorden bij de Lindhorst-Homan-polder. Bij de Dollard in de buurt. En dit zijn luchtfoto's door Jaap de Vlas gemaakt. En dan zie je eigenlijk profielen van oude kleiputten. Dus daar is ervaring mee. Dit is in Duitsland, waar ze in de kwelder eigenlijk klei hebben gewonnen om de dijk op te hogen. Maar ook rivierdijken. Dit is de Rijn bij Wageningen. En dit is de Grebbedijk. En hier hebben ze in de Uiterwaarden ook nieuwe geulen gemaakt en die zijn direct na het hoogwater van 1995 gemaakt en het materiaal is gebruikt om de dijk te verhogen. Dus eigenlijk is er al best een hoop ervaring mee. Dit zijn zoden en die zijn gebruikt voor eigenlijk een nieuwe terp te creëren. Dus dat is niet voor dijken, maar wel een nieuwe oplossing. Dus dat is eigenlijk een kleine voorbeeld. Er is ook heel veel ervaring met het stimuleren van kweldervoorland. He, dus het stimuleren van opslibbing. Dat is dan voorland. He. We kennen de POV's voorlanden om te kijken of dat ook gebruikt kan worden in het dijkontwerp. Een idee kan zijn om het ook te gebruiken, dat materiaal, voor waarbij men dan depots had van klei waar men feitelijk de dijk kan herstellen en ophogen. En dat zouden we nu ook weer moeten doen, dat we gewoon depots hebben waar we gewoon kleivoorraad van hebben. Ook in het ruimtelijk bereik. Dat kan inderdaad een oplossing zijn. Ik weet dat als we praten over
Van Noord-Limburg is een gebiedsherinrichting ergens in de kop van de provincie, waar vooral werk met werk wordt gemaakt. Daar gaan wegen, kabels, leidingen, uiterwaarden en nevengul en dijken worden daar heringericht. En dan kun je je klimaatdijk maken met gebiedseigen materiaal. Dat is allemaal niet die hele vette klei, maar dan moet je hem net wat robuuster maken, zodat je met minder goed materiaal ook je dijk kunt maken. Dus ook daar denk ik dat we meer samenwerking kunnen zoeken met de omgeving, projecten combineren. En dan werk je volgens mij heel duurzaam in je eigen omgeving. Ik kom er zo meteen op. Is een bloemrijke sterke neus, een meegroeiconcept, daar kun je ook als het ware gewacht zeker van jaar tot jaar op aanbrengen. En via een bijzaaien als het ware, zo dat je ook blijft ontwikkelen. En een bloemrijkheid en heeft dan nog, ja, je kunt ook meteen aan vegetatie opzetten. Hoor ik ook nog even in de wandelgangen. We worden ook uitgedaagd om datgene wat aan CO2 voetdruk als het ware genereren bij dijkverbetering, om dat weer als CO2 opslag als het ware terug te brengen. Dus misschien dat we dan weer ook in de vegetatiekant moeten gaan kijken. Dank je wel. Ik wil nog heel even op aardhalen terugkomen, want ik vind het eigenlijk heel leuk dat dat genoemd wordt. En ik vroeg me ook af of iedereen weet wat dat is. Nee, ik zie toch mensen meeknikken. Stiekem nog een beetje blij. Aardhalen was vroeger een soort verplichting van mensen die in Nederland die land aan de dijk hadden. Dat ze verplicht waren als de dijk opgehoogd moest worden op een tijd van calamiteiten. Dat ze hun land beschikbaar moesten stellen om het land, om de grond daar uit te halen. En nou, dat kon wel eens vervelend zijn, want als die dijk flink opgehoogd moest worden, dan was je dus verplicht om je grond daarvoor beschikbaar te stellen. En bleef je dus met laag en natte grond achter. En dat was vroeger wettelijk geregeld. En, maar jij noemde dat als voorbeeld, hè? Dat het toen netjes in de wet, of, nou netjes, maar toen was het in de wet geregeld. Nu, ja, nu is dat een ander verhaal natuurlijk, maar het is wel, ik heb het ook even opgeschreven, want het is denk ik leuk is dat je dat als voorbeeld noemt. Ja, misschien ook voorbeeld om het planologisch vast te leggen dat bepaalde gedeelten gewoon voor dat doel beschikbaar zijn. Ja. Nou, dit waren voorbeelden van de... Gerard noemde net al even de brede groene dijk. Zijn hier ook mensen van waterschap Huns en A of Noorderzijlvest aanwezig die hiermee bezig zijn? En die, ja. Zou ik Esther vragen of ze daar even iets over wil vertellen? Ja, ik heb inderdaad gewerkt aan de Brede Groene, nou niet aan de Brede Groene Dijk, maar aan de POV Waddenzeedijken, waar de Brede Groene Dijk deels ook onder valt. En de dubbele dijk waar je het net over had ook. Ik ben niet bij gebiedseigen grond betrokken, maar toevallig hebben we ook 2 weken geleden, of ja, niet geheel toevallig natuurlijk, een sessie gehad over werken in Natura 2000 gebied. Ook over die kleirijperij en over hoe je, eigenlijk hoe gek het is, inderdaad wat jullie ook net zeiden, van dat je niet meer je grond lokaal kan winnen om je dijk te verbeteren, omdat je aan allerlei wetgeving zit, de natuurwetgeving, maar ook de wetgeving zeg maar rondom waar die klei aan moet voldoen. En de Brede Groene Dijk is een heel mooi initiatief hoe ze gaan kijken hoe je dat wel kan doen. En ze hebben met die klei, je kan het zien op het plaatje, ze hebben die kluterplas gegraven, het linkerplaatje. Daar hebben ze die klei uitgehaald en hebben ze daar iets daar rechts daarvan zie je het kleidepot liggen. Dat hebben ze dan opgebouwd. Dat is dat bruinige zwarte stuk. En daar gaan ze slip in spuiten, zodat uit de Eems Dollard, om te kijken of die slip dan weer tot klei kan worden in zeg maar een aantal jaren. Zodat ze die klei kunnen gebruiken op de dijk daar weer naast. Om de dijk een talud te geven van 1 op 7. Zodat je een globaal geleidelijk overloop krijgt van de kwelder naar de dijk en dan naar het achterland. En dat doen ze met name omdat er achter ligt gewoon heel veel mensen vragen waarom kan je niet naar binnen. Nou, het is gewoon hele goede landbouwgrond die men niet kwijt wil. En het speelt hier ook nog heel duidelijk het sentiment. Dit is echt Oost-Groningen. Landbouwgrond die echt gewonnen is van de zee. En nou, dat opgeven, nou, dat is echt vloeken in de kerk, zeg maar. Dat vinden ze heel, dat is heel lastig. En nou ja, op deze manier hopen ze een win-win situatie, zeg maar, de Eems Dollard te verbeteren door de slip uit het water te halen. En ook die kwelders te verjongen, want dat, ook dat is goed voor het Natura 2000 gebied. Dus eigenlijk ja, het waterbouw combineren met bouwen voor de natuur en voor het land, ja, en landbouw. Is dat het antwoord op je vraag? Esther, dankjewel voor je uitleg. Ja, bij ons gewoon de woorden eruit, zal ik maar zeggen. Nee, heel goed dat dat gebeurd is.
Misschien ook even een kleine aanvulling over de Brede Groene Dijk. Een beetje de inspiratie gehaald uit Duitsland. Daar waren de Waddenzeedijken traditioneel al groen uitgevoerd. En daar vond op een gegeven moment een aantal jaren geleden ook mensen van, Jans is er een van, en Harry Schelfhout van, dat zou er ook hier in het Nederlandse moeten kunnen. Dus toen is er onderzoek gaan zitten om te kijken van, oké, wat betekent het nou precies? Nou, je noemt inderdaad even de aspecten ervan. Een flauwte luut om daarmee minder belasting te krijgen, betekent meer grondbehoeften en die kun je ook vinden in dat gebied. En POV, Brede Groene Dijk en Kleirijprijs zijn een goede combinatie van. Is het goedkoper per kilometer dijk? Er is een beetje geen asfalt nodig, maar ook goedkoper. Ben ik wel benieuwd aan. Ja. Die analyse wordt nog gedaan. Niek, dat zal je nabije toekomst ook gaan aantreffen. Datzelfde geldt uiteraard ook over vragen als van hoe duurzaam is het? Heb je inderdaad daarmee de gelegenheid om minder brandstof te verstoken, omdat je het materiaal nu hoeft aan te voeren, dus een beetje emissie van broeikasgassen. Kortom, die duurzaamheidsvraagstukken, maar ook die financiële vraagstukken komen nog aan bod. Wat ik nog vergeten ben te zeggen is dat het is wel echt ook bij hun zijn aast voortgekomen uit het duurzaamheidsprincipe, want hun dijken zijn allemaal afgekeurd tussen de Duitse grens en Delfzijl. En eigenlijk om ze goedgekeurd te krijgen, zouden ze die hele dijk die nu prachtig groen is, vol moeten leggen met asfalt. En daar hebben ze bij hun zijn aanslag gezegd, dat willen we niet. We willen niet een zwarte dijk gaan creëren, want dan gaan we eigenlijk terug in de tijd. We willen hem groen houden en dit is eigenlijk een manier om te kijken hoe kunnen we hem groen houden met zelfs die grondbelasting. En daar hebben ze dat flauwe tarief voor bedacht. Ja. Misschien nog een klein detail. Het is zo dat in de onderzone bij de kwelder ook nog stenen aangebracht waren in het verleden. En de praktijk heeft laten zien dat het helemaal aangeslipt is met sediment. Dus het is in feite verdwenen. Ook een klein beetje een extra argument voor waarom kunnen we het niet in zijn geheel in zacht materiaal uitvoeren. Er ligt een enorme kwelder voor. En we gaan nu als flauwte luut gaan we inrichten. Misschien is het nog leuk om aan te vullen. Zo van inderdaad hebben wij in het kader van het Delta-programma eigenlijk in 2012, 2013 al een aantal verkenningen gedaan naar wat zijn dan de baten en de kosten van zo'n brede groene dijk. En toen uit die initiële berekening kwam naar voren dat het eigenlijk best kosteneffectief was. En misschien hebben we niet alles toen meegenomen. Maar we hebben ook naar de natuurwaarde gekeken. Dus naar de vegetatie op die dijk. En daar kwam niet uit naar voren dat misschien hele waardevolle vegetatie zou komen. Maar het was toch interessant. En uiteindelijk, en in combinatie met het kweldervoorland en in combinatie dus met die kosten en die opbrengst qua natuurwaarden en ook landschapwaarden, dat zijn uiteindelijk wel aanleiding geweest om het door te zetten en uiteindelijk ook toestemming te krijgen in het kader van de Natura 2000 wetgeving en ook om verdere financiering te vinden, want EcoShape die doet hier aan mee. Dus uiteindelijk waren dat wel hele belangrijke overwegingen. Het groene karakter, de duurzaamheid, maar ook de initiële kostenberekening. En nu zijn we natuurlijk weer een heel stuk verder en kosten vallen meestal tegen. Dus waarschijnlijk is het plaatje nu wel weer een beetje anders geworden. Maar dat zijn allemaal wel overwegingen geweest. Als bij bijvoorbeeld een heftige storm, ontstond daar toen bijvoorbeeld dan wel schade aan de dijken, in het Duitse gedeelte? Of is dat ook nooit waargenomen bij dat hele flauwe gebied? Dat is juist het hele interessante. Wij hebben in 1953 hier een grote watersnoodramp gehad, maar in Duitsland, in de buurt van Hamburg, hebben ze dat in 1962 gehad. En wat ze toen gezien hebben is, toen waren ze daar ook net aan het dijken versterken en wilden ze ook, net als in Nederland, hadden ze gewoon optimale dijkprofielen berekend. En wat bleek toen, die nieuwe, wat steilere dijken, die hielden het niet. En die wat oudere dijken, die wat lager waren, maar die wel heel breed waren met een goede grasmat, die hielden het. En eigenlijk naar aanleiding daarvan hebben ze in Duitsland gezegd van, als het even kan, dan gaan wij voor die brede groene dijk in combinatie met de voorland. Want die hebben het eigenlijk beter gedaan dan die nieuwerwetse dijken. Dus er is ook echt een verschil tussen Nederland en Duitsland in die zin. En dat is wel mede aanleiding geweest om daar nog eens naar te kijken. Hier zie je een plaatje uit de POV Dijkverbetering met gebiedseigen grond. Ik heb het al even aangegeven. Dat is een activiteit die vanuit HBP gestart is. En ik heb een kleine bijdrage mogen leveren in het begin. Je ziet hier een plaat met een overzicht van Nederland en allerlei locaties.
waar projecten spelen die in dit kader worden uitgevoerd. En je ziet ook rechtsboven, en dan praten we inderdaad over de dubbele dijk en de brede groene dijk, die als pilot daarin meedraaien. En in gezamenlijkheid zijn we nu aan het kijken van waar zitten nu precies die kwetsbare elementen, in de zin van hoe ga je het proces anders organiseren, inregelen, zodat je ook vertrouwen opbouwt met elkaar, dat je met gebruik maken van gebiedseigen grond, wat uiteraard wat kwetsbaardere eigenschappen heeft, zwakkere eigenschappen kent dan klasse 1 klei, laat ik het even zo formuleren, toch een waterveilige dijk kunt maken. En hier staan die gebieden aangegeven en ook een locatie in België is meegenomen. Nou, dat is een heel mooi bruggetje, want net hadden we het over Duitsland, maar nu over België. Gisteren was hier de inspiratiedag en hebben we de ideeën rond het Living Lab, het Wieke Prosperpolder, besproken en gedeeld. En Patrick Peters, die hier is van het waterloopkundige lab in Antwerpen, die is een van de initiatiefnemers van het Living Lab, het Wieke Polder, samen met Ludo Wentel van de STOA. Living Lab, Prosperpolder, het idee is, hè, dit is het verdronken land van Saaftingen. Er ligt hier een opgave vanuit compensatie, volgens mij is het niet helemaal correct, maar zo wordt het wel verteld, van compensatie voor het uitdiepen van de Schelde, dat dit ook natuurgebied wordt. Hier liggen dijken, hier wordt een nieuwe dijk omheen gebouwd en dat geeft de mogelijkheid om proeven te gaan doen. En die ontpoldering die gaat al over een paar jaar, of in 2021-2022 is die gepland. En tot die tijd kunnen hier proeven worden gedaan. En onlangs hebben we met een aantal collega's getrokken door de TU Delft, de Peter Herman, hebben ook een voorstel ingediend om dit project eigenlijk te benutten, om eens te kijken van, goh, kunnen we hier ook iets experimenteren van zo'n soort dijk, die je kunt ophogen met materieel uit het voorland. Dus dat is een van de subprojecten. Dus dit is eigenlijk ook een locatie waar we hopelijk in de toekomst voor een paar jaar kunnen kijken of dit misschien zo'n soort klimaatadaptatiedijk waar we meer kennis kunnen opdoen. Dat wil ik in ieder geval even aangeven. We hebben gisteren daar een dag over gehad waar ook veel mensen bij kwamen, heel veel ideeën naar voren. Dus dat even als een voorbeeld. Natuurlijk. De ontpoldering het Wieke Prosperpolder heeft niets met de compensatie van de bediening van de Schelde te maken. Er is in 2010 een ontwikkelingsgids met Vlaanderen en Nederland gemaakt, waar dat we zeggen, er moet meer natuur, er moet meer toegankelijkheid en meer veiligheid. En dit project kadert in meer natuurlijkheid. Ik weet, in de volksmond wordt er wel altijd gezegd, dat is compensatie van de derde verdieping, maar dat is eigenlijk niet. Het is gewoon een extra natuur die we nodig achten om een robuust systeem te hebben. Je hebt helemaal gelijk. Toen ik het zei, dacht ik eraan, maar zo wordt het. Nee. Ja, in de volksmond. Ja. Maar je hebt gelijk. En dit is wel een voorbeeld. Hey, ik hoorde net ook zeggen van, goh, misschien moeten we ook dijken, klimaatadaptatiedijk, misschien is dat soms ook een stukje teruggeven. Dit is ook een gebied waar we, wat je zo zou kunnen zien. Hè. Het is ook onderdeel van het Sigma-plan. En volgens mij zeg ik dat wel correct, hè. Ja, het wordt ook een stukje teruggegeven en extra bergruimte. Dit is zo'n voorbeeld en het is een living lab voor de komende tijd. Ik zie dat de tijd al heel snel gaat. Eigenlijk hadden wij gedacht dat we heel snel zouden gaan en wilden we eigenlijk een aantal kennisvragen aan jullie voorleggen. En vooral ook met het verzoek om dat aan te vullen. In de toekomst komen de grote opgaven aan, zo'n klimaatadaptatiedijk. Daar moeten we verder mee. Want we moeten ons aanpassen aan de toekomst. En hoe dat eruit ziet, dat is natuurlijk de vraag. En er zijn een aantal kennisvragen. En die wilden we eigenlijk aan jullie voorleggen, of jullie herkennen. En of jullie die ook aanpassen. Dus eigenlijk een vraag van, herkennen jullie deze kennisvragen? Of hebben jullie zoiets van, je hebt hier wel een aantal genoemd. Maar denk ook daaraan, als je bij een klimaatadaptatiedijk denkt en als je daar kennis voor wilt ontwikkelen. Ik heb hier een opmerking, ik zie flexibel staan. Maar zeker als ik kijk naar het regionale systeem, waar ook af en toe wat gedaan moet worden, we hebben nu al veel over primair. Maar dan maken we het onszelf wel heel lastig om
alle dijkwoningen te willen laten staan. Terwijl het soms gewoon niet mogelijk is een hele dure constructies opleveren. Waar ik eigenlijk benieuwd ben of daar ook een stelling in genomen wordt om bijvoorbeeld huizen weer van de dijk af te halen. Om de dijk robuust te maken en daarin dan een passende oplossing te zoeken. Ik denk niet dat van bovenaf daar een stelling op ingenomen zal gaan worden. Ik denk veel meer dat het een interactie is tussen waterschap en burgers. Om te kijken op welke wijze die problematiek zal worden aangepakt. Onderzoeks. Ja, ik zie de eerste vraag aan welke randvoorwaarden moet het materiaal voldoen. Volgens mij heb je geen enkele randvoorwaarden nodig. Want onze duinen zijn van zeg maar het slechtste materiaal wat er is. En toch houden ze het zeewater tegen. Het is geen corrosief materiaal, het kan wegspoelen, wegwaaien. Ja, dus aan wat je ermee doet, hè, voor rivieren geldt dat ook. Ik denk, ik zeg altijd, dat bovenste stukje van je dijk, die grasmat, dat is het allerbelangrijkste wat er is. Dat wordt het eerste en het langste belast. En zodra je dat maar heel goed in orde hebt, dan houd je volgens mij erosie heel lang tegen. Dan kan je dijk wel heel erg sterk zijn. Het kan zijn dat je wat robuuster moet zijn, omdat het materiaal wat doorlatender is. Hè. Er kan dus meer water in je dijk komen. Maar als jij die jas die je over die dijk ligt, als je die maar goed in orde hebt, dan kom je volgens mij echt een heel eind met alle materiaal. Wat er in het land is. Een gesloten grasmat, door de zoden. Ja. Dat zijn de twee kernwoorden. Ja, en om daar meteen bij aan te sluiten bij wat André zegt. Een grasmat die gevarieerd is. Afgelopen zomer gezien dat die dijktrajecten waar meer kruiden bij staan, zijn minder geraakt door de droogte, zijn sneller hersteld. Dat is iets wat wij vanuit ons onderzoek waarin we voorspeld hadden, want dat zijn experimenten die we al hadden gedaan. En we zien nu, tot onze vreugde eigenlijk, dat in de praktijk inderdaad zo blijkt te werken. Ik mis in de kennisvragen, laten we werken naar mengsels, naar combinaties van kruiden en grassen die klimaatrobuust zijn. Die flink tegen een stootje van de droogte kunnen, maar ook onder hele natte omstandigheden zich goed kunnen houden en zeer erosiebestendig zijn. Die weg ligt open, dat is echt een kennisvraag die we nu kunnen gaan ontwikkelen met de kennis van die mengsels die er zijn, om dat in de praktijk te brengen voor deze vraag. En als aanvulling nog graag bloeiende dijken ervan maken, zodat ook allerlei diertjes, bijen en insecten. De dijken, de snelwegen voor insecten kunnen worden, op het moment dat we dat groen niet uitmaken. Ja, daar wil ik weer graag op aanvullen, Hans. Ecologisch is heel belangrijk, hè? De insectenverhaal kennen we met z'n allen. Maar bloemrijk, ik zag ze daar mooi in beeld, maar dat beeld is niet representatief voor een sterke grasmat, wat ik daar bij jullie in de presentatie zag. Nee. Je hebt een grasrijke dijk, daarna krijg je een kruidenrijke dijk en als je dan mazzel hebt, dan krijg je daarna pas een bloemrijke dijk. En dat bloemrijk, ja, onze bestuurders zijn er heel gevoelig voor, dat vinden ze allemaal mooi en dat willen ze graag hebben, maar dat duurt wel heel lang. Dus ja, we moeten de juiste volgorde doen met de juiste inspanningen en jouw beheer en onderhoud is daar cruciaal. Bedankt voor je aanvulling. Carla. Ja, in aanvulling op de voorgaande, ik denk dat de cruciale combinatie juist ligt in de grasmengsels, je beheer en de lokale situatie. En ik denk dat die drie ingrediënten, zeg maar, als we die goed in de vingers krijgen en bijvoorbeeld ook zo'n lab daarvoor kunnen gebruiken, dat we daar heel veel van kunnen leren. Wouter, die keek net heel streng naar mij en er zijn 2 minuten. Dat kan niet. Ja, dat deed hij wel. Dat deed heel streng. Dat was de volle tijd af, hè? Ik wil nog één suggestie doen in verband met de randvoorwaarden, ook naar de profilering van de dijk te kijken. Want de helling is ook bepalend van de vang van zonlicht en ook de mogelijkheid van groeien. Dus misschien flauwere taluuts. Dat je dus beter het zonlicht vangt en ook de helling en de richting ten opzichte van oriëntatie. Dat heel cruciaal is bij je ontwerp. Dat je ook kijkt de relatie taluut, helling versus groeimogelijkheden en zetting van de grasmat en bloemrijke kruiden. Dijken. Ik heb al begrepen dat het allemaal toch goed ontwikkelde en materiaal moet zijn wat eronder ligt. Nog een laatste duiding? Nou, weer een opmerking. Als we het groen en bloemrijk willen hebben. Ik weet dat bij ons in de provincie was het idee om zonnepanelen op de dijk te gaan leggen. Doe dat dan alsjeblieft niet met z'n allen, want dan hou je geen groen meer over. Maar dan krijg je een kortsluiting bij hoogwater. Inderdaad, dus provincie-idee hartstikke leuk. Watertechnisch gezien niet zo heel handig. Vanochtend dat we beter het op de dijk kunnen leggen dan op grond.
Nou, volgens mij is het gewoon bijna tijd. Ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie inbreng. Eigenlijk hadden we jullie ook nog willen vragen van, goh, zijn er nou ook kansen, locaties waar we misschien met zo'n klimaatadaptatiedijk, een duurzame en toekomstbestendige dijk misschien kunnen experimenteren of ideeën kunnen ontwikkelen. Wieke Prospectpolder is er eentje, hè? En langs de 1 Dollard loopt dat van alles. Ik hoorde net dat er in Limburg dus ook locaties zijn. En komt nog een nieuw project, dus ja. Ja. Nou, misschien zijn er nog meer en ik wil jullie vragen zo, want het is nu tijd voor de borrel. Mocht je nog een heel goed idee hebben, loop hier even langs. Ik heb het nu hier niet aangegeven, maar we hebben ook een kaart. En misschien zou je dat met ons willen delen. En kan dat dienen om verdere ideeën te ontwikkelen. Dus heel erg bedankt voor jullie input. En hopelijk tot ziens in de volgende. En Gerard en Jantje, jullie bedankt voor jullie presentatie.